Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een watertaxi die tussen Arnhem en Nijmegen en Millingen aan de Rijn gaat varen. Het onderzoek wordt gedaan door zes tweedejaarsstudenten van de Hogeschool Rotterdam, die de studies Logistiek Management, Ruimtelijke Ordening en Civiele Techniek volgen. Het idee komt van Ron van Duin, docent Lector Haven en Stadslogistiek aan de Hogeschool Rotterdam. De geboren Rotterdammer, wonend in Millingen aan de Rijn, is door zijn geboortestad bekend geworden met de watertaxi. Daar varen er zo'n 16. Ja, haalbaarheidsonderzoek naar de watertaxi uh, gaan we in uh, Millingen aan de Rijn starten. Dat uh, komt eigenlijk omdat ik uh, tien jaar geleden al uh, onderzoek heb gedaan met uh, studenten van de TU Delft. Uh, daar lag een onderzoeksrapport. Dat onderzoeksrapport is eigenlijk weer uit de stof gekomen. En dat is uh, uh, door, uh, door Wim Bakker uh, van de CDA-stad er weer uh, opgeduikeld. En uiteindelijk uh, gaan wij kijken of, uh, of we een haalbaar concept uh, kunnen realiseren. De watertaxi kwam vrijdagavond ter sprake tijdens een bijeenkomst in Millingen aan de Rijn. Die door het CDA Bergendal werd georganiseerd. Omdat CDA personenvervoer via water in het verkiezingsprogramma heeft staan. Uh, positief, maar natuurlijk ook terughoudend en afwachtend. En dat moet ook. Uh, dit is geen prestigeproject. Dit is puur iets wat we hebben opgegooid om te zeggen: van wat kunnen we doen aan het feit dat Millingen wat ooit bruiste. Uh, uh, om te gaan kijken hoe krijgen we de ondernemers en het toerisme weer terug. Nou, het aantal is wat ons betreft nog niet bekend. Ik denk wel dat de watertaxi interessant is, want dat kan je eigenlijk ook opschalen. Dus je zou kunnen beginnen slechts met één. En dan zou je dus langzaam kunnen kijken, van, nou, slaat het aan het initiatief? Zijn er nieuwe initiatieven? Kun je dat uitbreiden? Dus het is eigenlijk krijg je dan een soort schaalbaar businessmodel. En dat maakt het interessant om nou, stapsgewijs te starten. Uiteindelijk eh, eh, zal dat het onderzoek uit moeten wijzen van de Hogeschool Rotterdam. Eh, hoe, of dit een haalbaarheid heeft. En eh, dit moet je ook niet willen pushen, omdat het toevallig iets is van het CDA. Helemaal niet. Dit is puur, want het, het maakt niet uit voor welke partij het is. Het gaat mij puur om ons leefgebied. Dus uiteindelijk is het zo dat, mocht het zo blijken, dat er inderdaad een haalbaarheid is, dan moet je dat doorzetten. De resultaten worden eind juni verwacht.